Kijk, de ene die leert voor directeur en de andere die wordt het per ongeluk. De continuïteit van het bedrijf de komende 10, 20 jaar te waarborgen. Dat is de job die we hebben. In een serie gesprekken die ik maak samen met Marklink praat ik met ondernemers over bedrijfsverkoop. Wat komt daar allemaal bij kijken? Met een gepokt en gemazeld ondernemer in deze aflevering, Tom van Ieper. Hij is mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Mag wel zeggen, hè? Gepokt en gemazeld, toch? Nou ja, goed, we hebben wel enigszins wat ervaring. Hoe lang onderneem je al? Goh, ik denk dat ik vanaf mijn 24ste, dus ik denk, ik ben nu 54, dus... Dat is een jubileum. Ja, ja. Dat is 30, moet je even thuis vertellen. Ja. Hey, de Stiva Metaal Groep heet het nu, ja, hè? Ja, kun je ze dus helemaal meenemen naar toen je 24 was? Wat was toen de situatie? Ja, dus de situatie... eigenlijk, ik ben daar gaan werken op mijn 17e. Ik had niet zo'n, ik was niet zo goed in school. Althans, dat vond mijn vader. Uh-huh. En die vertelde tegen mij van... joh, het is leuk met je, maar je gaat morgen van school af... En ik heb je ingeschreven bij het Dactyl Uitzendbureau in Meidrecht. En die hebben een mooie job voor je. Was hij zelf ondernemer? Ja, mijn vader was boer. Aha. En die had koeien en varkens. En, maar ja, daar had ik niet zoveel mee. Ja, ik kon ze goed mesten en melken. Dat kon ik wel. Maar dat zag je niet als... Zag ik niet. Dus jij naar Dactyl? Nee, ik dacht vandaan dan ben je erg vroeg uit bed. Dacht ik toen. Ja. Niet wetende dat niet ondernemerschap... Niet dat terugkomt. Ja. Was jij naar Dactyl toe en toen? Nou, bij Dactylo werd ik ontvangen en ze hadden een vacature bij meneer Stiva. En meneer Stiva die was net voor zichzelf begonnen. En die was ondernemer, dus zijn onderneming gestart op wat latere leeftijd. Toen was hij 48, geloof ik. Ja. Dus ik kwam als derde man op een Poeg Maxi, ben ik daar begonnen. Dat is mijn carrière. Ja, die heb ik ook nog gereden, een Poeg Maxi. Ja. Die kon je goed opvoeren. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En vanaf dat moment ben je gaan werken in eerste instantie? Ja, in eerste instantie kon ik natuurlijk niet zoveel. Dus toen ben ik de montage ingegaan. Dus, en ook werken. Ja, in de werkplaats leren lassen en monteren. En dat ging me goed af. Want even voor duidelijkheid, in Jip en Janneke, wat doet het bedrijf? Want metaal is metaal, maar wat maken ze ermee? Toen deed het bedrijf voornamelijk constructies en onderdelen voor het monteren van koelcellen. En wij deden hekken en trappen en dat soort dingetjes. Ja, kleinschalig. Ja. We liepen daar al... goed, ik was de derde man. Dus klein bedrijfje. Klein bedrijfje, wat langzaam en toch wel steeds harder ging groeien, ja. Door meneer Stiva of door andere oorzaken? Nou, ik denk door meneer Stiva zeker. Maar ik denk ook door jongens, jonge jongens die wilden. Hè. Ja. Je moest bij meneer Stiva op zaterdag vrij vragen. Zo was het. En we hebben daar heel veel tijd in gespendeerd. Want wanneer was het moment dat je dacht van... hier kan ik meer mee doen? En wanneer begon dat ondernemersbloed te prikkelen, zeg maar? Het ondernemerschap dat begon eigenlijk toen meneer Stiva een opvolger had gevonden. Hè, omdat hij ook eigenlijk zat met zijn leeftijd en met opvolging. En daarin... had ik niet zo'n goede klik met zijn opvolger. Wel een hele goede persoon. Alleen als je de klik niet hebt, dan het was toch anders. Ja. En meneer Stiva heeft ervoor gezorgd dat ik een kans kreeg om een bedrijf te beginnen. Samen met nog een collega. En die, naast zijn bedrijf? Naast zijn bedrijf, ja. Aha. En die kans, er ging eigenlijk een bedrijf dat roestertafel werkte failliet in Alsmeer. En toevallig stond het oude pand vrij van meneer Stiva. Want wij waren des in die tussentijd verhuisd. Ja. En toen vroeg hij van, zie je dat zitten? Om daar voor jezelf wat te hebben. Dus wij vertrokken. Wie is wij? Was je dat in je eentje? Of nee. Met een kameraad? Met een kameraad. Samen met nog een werknemer. Dus wij zijn met z'n tweeën daar ingestapt. En daar zijn wij Roestvaarstaal Alsmeer begonnen. En moest jij dan even technisch, hè? Want dat was niks, dus er werd een BV of zoiets opgericht. Ja, ja. En kreeg je een lening bij meneer Stiva? Of hoe werkt dat dan? Ja, ik kreeg een lening bij meneer Stiva. En zodat, we hadden een schuld. Maar ja, goed, als je toch niks hebt, dan goed, dat haalt ook niet zoveel uit. en we begonnen aan een avontuur, dat klopt, ja. Maar je had nog nul ervaring. Hoe oud was je toen?
Toen was ik 24. Daarna ja, ja. 23, denk ik. Ja. En het oude Stiva bleef daarnaast bestaan? Ja, het oude Stiva bleef daarnaast bestaan. En goed, we gingen eigenlijk als twee aparte BV's gingen we te werk. Bij Roesvast ging dat hartstikke goed. Bij Stiva ging dat wat minder, maar ook wel redelijk. Ja. En zo gingen er enkele jaren voorbij, ja. En als je nou met jonge ondernemers praat, hè, wat waren de eerste harde lessen toen jij als jonkie met zijn eigen bedrijf begon? Ik denk voornamelijk in teamverband. Een team ontwikkelen, je eigen niet hoger zetten als een werknemer. Gewoon mee in de groep gaan, eigenlijk gewoon het doorpakken. Niet zo erg op de klok kijken en gewoon heel veel werken. Hard werken. Hard werken, ja. Gewoon. En mooie dingen maken. En hoe hard groeide dat bedrijf? Dat groeide. Volgens mij hadden wij na een jaar of vier, vijf toch wel een kleine 20 mensen in dienst. Met Roesvast. En bij Stiva liep er man of 40, 50, zoiets. En zijn die twee weer bij elkaar gekomen dan? Ja, uiteindelijk is de combinatie van Stiva en zijn opvolger mislukt. Eigenlijk was ik bezig om een financiering te krijgen bij de Rabobank. Dus ik had een geheime afspraak om het onroerend goed over te nemen van meneer Stiva eigenlijk. Het blijven twee aparte bedrijven. Die insteek hadden we. En als ik met zijn opvolger te maken zou krijgen, dat is voor de rest niet erg. Maar ja, ik wilde daar wel wat duidelijkheid in. Toen belde meneer Steven me op en s'avonds belde meneer Steven op en die zei, die afspraak van de bank die gaat niet door morgen. Ik zei, nou, hoe weet jij dat nou? Want dit is geheim. Ik denk nog steeds niet achter, maar goed. Hij had een lijntje met de Rabo waarschijnlijk. Denk ik. Ja, lekker discreet. Waarschijnlijk. Maar. Maar hij vroeg me wel om de volgende ochtend langs te komen. En toen ben ik bij hem langs gegaan. En toen vertelde hij me dat de combinatie met zijn compagnon was mislukt. En hij vroeg of ik wilde nadenken om het geheel dan over te nemen. Hoe oud was meneer Stiva toen? Ik denk dat meneer Stiva toen ongeveer 55 was. Ja, oké. Dus ook niet echt, pensionado. Misschien een beetje schurend, 58. Ja, zoiets. Hij rolde richting de 60. Ja, hij zocht wel een oplossing. Want meneer Stiva had geen kinderen. Had geen opvolging. Dus en was kinderen. Jij dan een soort, gaat dat te ver, een soort zakelijke zoon-achtige relatie? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Meer dan dat ook? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus wij stonden toen destijds heel kort bij elkaar. Meneer Stiva die heeft niet qua zakelijk gezien wel geluk gehad. Maar hij heeft ook tegenslagen privé gehad. Twee vrouwen overleden en dat soort dingen. Dus dat hebben we allemaal heel kort bij meegemaakt. Ja. Ik stond heel... En eigenlijk nu nog. Hè, meneer Stiva is er nog. Ja, ja. Maar goed. Hoe oud is meneer Stiva nu? Die wordt nu 81. En zo trots als een pauw of niet? Of jou? Die is wel zo trots. Ja, hè? Ja, want zo meteen over de deal, hè? Want je hebt het bedrijf verkocht, maar een hele interessante deal ook. Ja. Daar wil ik zo meteen meer over weten. Maar je hebt het over die kameraad waar je mee begon. Maar ik las ook iets dat er meer kameraden zijn. Ja. Leg dat eens uit. Goed, toen dat aanbod kwam van meneer Stiva, toen moest ik er even over nadenken. Ook met mijn compagnon toen. Ja. Kijk, de ene die leert voor directeur en de ander die wordt het per ongeluk. En ik val dan in de laatste categorie. En daarin, teamverband is voor mij belangrijk. Dus toen hebben we het team verbreed. Toen zijn we van 2 naar 4 man gegaan. Eigenlijk de werkvoorbereider bij Roesvast hebben we bij dit verhaal betrokken. En de tekenaar bij Stiva hebben we betrokken. En zo is er een kampioenschap ontstaan van 4 man. Met alle 4 aandelen? Met alle 4 aandelen. Oké, dus daar heeft men zich ingekocht met leningen en zo'n soort constructie. Correct. Dan. Ja. En wanneer was deze deal? Dat je met z'n 4 dus het hele groepje... Dat is 23 jaar geleden. Zoiets. Dus rond 24 jaar geleden.
En vanaf toen, hoe het even in een vogelvlucht... Want wanneer is de uiteindelijke deal waar we het zo meteen over gaan hebben... de verkoop, wanneer heeft die plaatsgevonden? Het is vier jaar geleden. Dus wij hebben 20 jaar geacteerd met vier mensen, met z'n vieren. En wat is er in die 20 jaar in vogelvlucht gebeurd met het bedrijf? Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het bedrijf is gegroeid. We hebben echt bijzondere, mooie werken mogen maken. Hè. Je moet ook de juiste klanten... Ja, meer mond-op-mond reclame. Het bedrijf is gegroeid naar 100, 110, 120 man. Met verschillende facetten erin. Dus roestverstaal en CNC-draaiwerk. Hangt het metaal ergens aan of vast waar ik langs fiets rijd? We hebben laatst een verdieping bovenop het Circus Theater mogen zetten. We hebben de zoetsupply winkels, de kozijnen, de trappen. En als je in Amsterdam, laten we zeggen, bijzondere werken van stalen kozijnen. Ja, het is te veel om op te noemen. Wie zijn klanten dan? Klanten, dat zijn aannemers, maar voor hetzelfde geldt ook botenbouw, jachtbouw. Ja, gewoon bijzondere projecten. Ja, precies. Een ziekendoom. Een stadsfeestzaal in Antwerpen was een groot project van ons. Want internationaal ook? Jazeker. Hoeveel omzet haal je uit Nederland en hoeveel omzet daarbuiten? Nou, dat is per jaar wel verschillend. Ik denk dat wij nu, hopelijk dit jaar, dan gaan we zeker door de 20 miljoen heen omzet. En waarvan maar een klein deel in het buitenland hoor. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn gewoon bijzondere projecten. Dat de klanten vertrouwen hebben dat je dat mag fixen. Ja. En dan komt er op een gegeven moment, nogmaals, we kunnen uren praten over die 20 jaar. Maar we gaan het hier met name ook hebben over, zeg maar, de verkoop. Ja. Neem ons eens mee in de wanneer dat begon te spelen en wat begon het te spelen? Nou, kijk, je gaat natuurlijk een kameraadschap aan 20 jaar terug. En dan start je allemaal op een gelijkwaardig niveau. Hè? Want dan ben je allemaal een beetje ondernemer. En dan krijg je in de loop der jaren verschillende dingen. Hè? Bouwcrisis, dat soort dingen allemaal. Ja. En uiteindelijk, dan krijg je verschillen in doorgroei. Hè? Ik bedoel, als... Kijk, mijn eerste compagnon is nog steeds een vriend... We zijn begonnen met 6 man. En niet wetend dat het er 130 worden. Dat is een ander spelletje. Ja, dat scheelt gewoon een beetje. Ja. Dus we groeiden door. En de ene die heeft wat meer capaciteit dan de ander. Dus er kwam een verschil in. Ja. Ieder had wel zijn kwaliteit. Alleen als een bedrijf groeit, dan moet ook het... Ja, dan moet je capaciteit op directieniveau ook op peil blijven. Ja. En daarin kwam wel afstand in de loop der jaren. Ja, ja. En dat was wel een ding wat speelt dan. Hè? Want je wil eigenlijk, je wil met z'n allen de finish halen. Hè? Je wil wel de eindstrijd halen. Plus je hebt natuurlijk twee petten. Je hebt aan de ene kant ben je gelijkwaardig als aandeelhouder, zit je erin. Ja. Maar als werknemer, noem ik het maar even, als actief binnen zo'n bedrijf, krijg je andere rollen. En dat kan gaan schuren. Want zaten jullie er alle 4, 25% in? Moet ik het zo zien? Of? Nee, daar zat een verschil in. Er zat vanaf dag 1 al een verschil in. Ja, daar zat wel een verschil in. Dat stond in een dik boek en ergens in het kantoor. Precies. En, goed, je gaat wel kijken. Hè, je hebt eerst een periode met compagnonsje van... dit moet je doen. En waarom doe je dit niet? En dan krijg je een niveauverschil daarin. En dat is niet erg, want de inzet is hetzelfde. Ja. Er kwam een spanningsveld en tijdens die ontdekking van het spanningsveld zijn we een andere koers gaan varen. Want uiteindelijk moet je ook weer een nieuwe directie hebben. Als je dan 2 teams als directie hebt, dan is de kapstok nog een beetje zwaar bovenin. Waardoor je een actie moet gaan doen, althans... Dat was onze visie. En ons, zijn dat er dan 2 van de 4? Of want hoe moet ik dat dan zien? Nee, dit is wel... Dit met is, z'n vieren. En dat is ook het mooie van het hele verhaal. Ja. Dit is ook met z'n vieren besproken. Oké. Okay. En dan, wat is dan het plan? Dat je gaat kijken naar nieuwe directieleden, dat je aandelen gaat verkopen. Want we gaan richting die verkoop toe. Wat is er toen gebeurd? Het plan wat wij hebben gemaakt, ook met behulp dan van Marklink. Want Marklink die kwam... Even voor duidelijkheid, Marklink, daar werkt een meneer Raymond Lustenhouwer. Ja. En die kende jij al een tijdje, of niet? Ja, zijn vader heeft Raymond bij ons afgezet. En die was zo druk. Hij zegt, joh, je hoeft hem niet eens te betalen.
Zet hem aan het werk. Als hij maar, energie krijgt. Als jong ventje, toch? Ja, als jong ventje. Ja. Maar hij zegt, joh, houd hem alsjeblieft, want hij is niet te houden thuis. Dus hij heeft waarschijnlijk een poosje voor niks. Nou, dat hebben we geweten natuurlijk met Mark Link, de afhandeling. Uiteindelijk is hij terug. Uiteindelijk is hij... Nee, maar die is begonnen bij ons als werknemer. Een fantastische jongen met heel veel inzet en heel veel drive. Maar was dat ook, kende jij zodoende Mark Link al door Raymond? Nee, of je kende ze sowieso al? Nee, Raymond die kwam af en toe langs en die vertelde waar hij mee bezig was. En uiteindelijk heeft hij ook wel een soort voorzet gegeven in een gesprek van joh... Misschien moet er een plan komen. Hij zal daar best zijn invloed op hebben gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn wij met z'n vieren om tafel gaan zitten. En daarin hebben we een keus gemaakt om het plan te lanceren. We hadden toen destijds vier jonge talenten. En het doel was eigenlijk het op dezelfde manier als meneer Stiefvat te doen. Ja. Alleen de boeken waren wat dikker geworden. Yep. Yep. In de loop der tijd. Het was een iets complexere deal. Maar even de grondgedachte die we veel horen bij ondernemers... Mm-hmm. was dat eigenlijk er een beweging op gang kwam... met eigenlijk het hoofddoel de continuïteit van het bedrijf. Ja, toch? Natuurlijk. Maar daar gaat het om. Ja. Kijk, als een bedrijf van 130 man met een bepaalde inzet... hoe noem je dat, ziel, waar iedereen aan heeft gewerkt. Hè? Ik vind teamverband heel belangrijk. Dus ik voel me niet anders als... bij onze monteur waarmee ik al 30 jaar werk. Ja. Snap je? Ja. Kijk, een bedrijf bestaat uit lagen en uiteindelijk moet iemand de eindklap geven. Ja, dat ik het dan doet. Ja, oké, prima. Ja. Maar je gaat er als team in. En ja, je wil ook het bedrijf de juiste toekomst geven, maar ook zeker de mensen die daar werken. Gewoon stabiliteit. Ja. Maar als ik de deal lees van buitenaf, dan is er is ook een Belgische club, is dat volgens mij, aangetrokken. Dus vertel eens wat uiteindelijk de dealconstructie is geworden. Nou, de dealconstructie is uiteindelijk geworden dat wij gewoon mooie cijfers hadden we. Ja. Wij hebben eigenlijk ons bedrijf in de etalage gezet met een plan dat wij opvolgers intern hebben en dat wij eigenlijk een investeerder zochten. Die geld op tafel zou kunnen neerleggen, waardoor wij gewoon netjes kompions uit konden kopen. Wat ook aan tafel besloten is en ook gewoon heel netjes is gegaan. En dezelfde kompions waar ik het over heb, die zouden ook weer geld inleggen. Net zoals dat meneer Stiefvat toen heb gedaan. Ja. Waarbij de jongere talenten die we ongeveer met 15 jaar met een zak brood langs de weg hebben opgepikt... konden deel gaan nemen in de onderneming. Ik ben altijd voor een jong team geweest. Kijk, een jonge uitstraling als bedrijf. Jong trek jong. Ja. Ik bedoel, wij hebben vanaf januari kunnen we weer 8 nieuwe werknemers verwelkomen van rond de leeftijd van 25. En dat komt echt niet door mij. Want dat komt gewoon door de jonge directie. Ja. Jonge uitstraling. En de tijd, de afgelopen 20 jaar geleden had je een tekenaar. Die hing over het tekenbord uit. Nou, 30 jaar geleden misschien al. En die tekende dat en die rookte een pakje sigaretten en dat was de tekenaar. Ja. En nu heb je jonge jongens die 1100 knopjes uit hun hoofd weten met een koptelefoon op, alle 3D. En tussen de middag zitten ze te gamen met elkaar. En ik vind dat als je als directie zijnde, als de tijd je daarin een beetje gaat inhalen, dan moet je wat gaan doen. Want je bent zo oud, maar ook als bedrijf. En als je als bedrijf oud bent, ben je niet aantrekkelijk voor overnames meer. Nee. Dus je moet daar wel leven in blijven houden. Ja. Plus het feit is dat ik op mijn 50ste dit verhaal, dit avontuur ben aangegaan. Is van oké, het kan wel 1 of 2 keer mislukken. Ik heb het voorbeeld bij meneer Stiva. Ja. Snap je? Dus ik gebruik... Is dat een van de tips dat je hier vroeg over moet nadenken om te beginnen? Absoluut. En misschien al de eerste stappen zetten? Absoluut, want wat stel nou voor dat het mislukt. Ja. Dan moet je nog wel de fut en de energie hebben. Dan gaan we het nog even tegenaan. Maar als je tegen de... tegen een bepaalde leeftijd aanloopt, dat je denkt van ja, maar het moet lukken. Mm-hmm. Ja, moet is lastig. Ja, als je met de rug tegen de muur staat, dan is ook verkooptechnisch niet handig. Is niet handig, maar ook niet voor het bedrijf. Want uiteindelijk is het de taak van de directie om de continuïteit van het bedrijf de komende 10, 20 jaar te waarborgen. Ja. Dat is de job die we hebben. Hoe lang ben je mee bezig geweest? Vanaf het moment dat jullie met z'n vier hebben gezeten, hey jongens, we moeten dit wordt het plan, hè? Jonge garde erin, geld naar binnen halen en tot en met het champagne moment.
Ik denk een anderhalf jaar. Okay. Of, ja, binnen ja, anderhalf jaar, misschien een jaar, anderhalf jaar. En wat waren de lastigste, kun je eens wat lastige dingen noemen in dat traject? Leerdingen? Nou, het hangen op een ander. Hè. Het hangen, in dit geval de Marktlink, voor ons dan. Ja, goed, ik heb nieuwe woorden geleerd. Nooit gehoord. Het is vakjargon, hè, daar. Ja. En dat soort dingen. Due diligence. Ja, EBITDA en dat soort dingen. EBITDA, ja. Nooit over. Maar goed, haalt niet uit. Maar je krijgt natuurlijk daarin wel... daarin moet je mensen kunnen vertrouwen. En ja. Uiteindelijk moet zo'n partij... moet de fundering leggen voor de toekomst. Hè? En die fundering, die moet goed zijn. En daar zitten dingen in. Nou, daar hebben wij nog nooit over nagedacht. Maar het moet er wel in staan, want je zal het maar nodig hebben om de continuïteit van je bedrijf te kunnen waarborgen, ook als het tegen zit. Ja. En dus je moet je eigen laten leiden en dat is lastig. Was het wel eens gestrekt, want ik ontmoet je voor de eerste keer, maar ik kan me voorstellen, ik doe flink wat sessies met Marktlink en dan altijd de beruchte due diligence, dat je dan weet ik veel 200, 300 vragen krijgt. Mm-hmm. Heb jij nooit momenten gehad dat je daar voor gas, zoek jij het even lekker uit? Closen die deal of niet? Ik heb wel een keer op een zondag, nou dat is ook niet de meest geschikte dag natuurlijk, wel een telefonisch gesprek gehad met de partij, Think to Act. Ja. Toen ben ik maar even naar de sportschool gegaan. Toen moest ik even... Daarvoor of daarna? Daarna, gewoon. Of daarvoor. Ik heb wel mijn frustratie geuit en ik zei nou... Zoek het uit. Maar ook de keuze is heel erg... lastig. Want hoeveel potentieel, want daar is Marktlink bekend omdat zij kennen de markt natuurlijk supergoed. Ja. Dus Think to Act, die het uiteindelijk geworden is, zal niet de enige geïnteresseerde zijn geweest. Nee. Hoeveel geïnteresseerden waren er? We waren met vier partijen. Vier partijen. Ja. En waar baseer je dan uiteindelijk de keuze op? Het management wat Think to Act kon bieden, in ieder geval niet de prijs. Nee, hè? Ze waren de goed, ze boden het minst. Ja. Maar het was het management waarmee ze ons bedrijf zouden versterken. En dat was nou net, het juiste wat we ook zochten. Het moderne ondernemen. Ja. En daarin liepen wij niet achter, maar we liepen zeker niet voor. En het moest beter. Mm-hmm. Innovatiever. Professionele. Ja, kijk, ja. Het moest anders. Ja. En die coaching en ook tijdloos. Die 5 jaar, toen was er nog geen corona, maar voor hetzelfde geld zou je corona kunnen krijgen. Ja. Die 5 jaar heb ik nooit zien zitten. Kijk, in teamverband, tijdloos. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening, is dat. Ja. Omdat je kan je klokje er niet op gelijk zetten wanneer iets lukt. Mm-hmm. Het moet daarin groeien en het moet allemaal maar passen. En wij hebben ook tegenslagen gehad en we hebben meegezeten, dus... Snap je? Maar een jaar, anderhalf is best wel snel, toch? Voor zo'n heel traject. Ja. Dus dat is best wel soepel gegaan. Het is soepel gegaan, ja. En heb jij, over die EBITDA gesproken, hebben jullie veel aan het bedrijf moeten sleutelen voordat de deur openging naar potentiële kopers? Of hadden jullie de zaak al wel netjes op orde? Wij hadden de zaak netjes op orde. Ja? We hebben niks gesleuteld. We hadden de zaak netjes op orde. Ja. Nee, wij zijn altijd, we hebben in 24 jaar, wat ik het mag doen, hebben we nooit 1 jaar met verlies afgesloten. Dus je had een positieve EBITDA, zoals dat ze zien. Waarschijnlijk wel, ja. Ik was er nooit zo mee bezig. Nee, maar in de waardebepaling van je bedrijf hanteren ze het wel vaak, zeg maar. Ja, tenminste, met de multiplier dat was het stopwoord en het heeft ook heel lang geduurd voordat ik het ook... Beetje bereid. Kon opnoemen. Nu noem ik het ook nog eens verkeerd op. Een soort van winst voor belasting of zoiets. Ja, zoiets. Wat is het belangrijkste, en dan niet om te slijmen of zo, maar ik ben ook kritisch, maar wat is de belangrijkste reden waarom jij, tenminste daar ga ik even vanuit, waarom jij zegt dat Marktlink van toegevoegde waarde is? Hè? Waar zit hem dat dan met name in? Ik het vertrouwen en ook hoe ze het hebben aangepakt. Kijk, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ik weet wel, naar aanleiding van wat mindere ervaring, dat kan ook, hè? Ja. Want uiteindelijk zijn we met 4 jongens begonnen en dan zijn er 3. Dus we hebben in de tussentijd hebben we ook wel een beetje, hoe stond het nou ook weer opgeschreven en wat gebeurt er dan? Ja. En daarin merk je wel dat die fundatie die nodig is om we hebben allemaal een verwachting, maar als die verwachting niet uitkomt,
van joh, hoe staat het dan vastgelegd? Ja. Ja. Goed ja. werk. Ja. Nou, dat is dan de ervaring nu achteraf. Maar ja. ik kan je vertellen dat toen destijds dat allemaal gemaakt werd, zulke dikke boeken en allemaal... Nou, toen stond ik ook wel even van, oké. Waar gaat het over? Waar gaat het over? Bij die Stiefel was zo mappie. Ja. Ik denk, jeetje. Ja, moet het zo ingewikkeld? Ja, maar het is wel, ja. het is wel noodzakelijk ja. dat dit goed gebeurt. Dus de deal is, zeg maar, de deal is uiteindelijk geclosed. Wanneer was dat? Welk jaar? 2018 ging mee. Dus uiteindelijk is hij geclosed volgens mij in 2019, eind 2019. Ja, precies. Eind 2019, vlak voor corona eigenlijk. Nee, het is 2018. Oké, 2018 alweer. Ja. Vijf jaar geleden zijn we nu verder. Ja, het wordt nu dus vijfde. Eind van het jaar is, dan is het 5 jaar in principe om. Van? Van een bepaald termijn, wat we toen konden zien. Oké, een soort horizon. Ja. Heb jij, want het is dus in vaktermen, we hebben een buy-in van het management gezien. Mm. We hebben een buy-out, er is management uit. Jij bent erin gebleven, ja. Er is kapitaal in, dus een nieuwe ja. aandelenstructuur ja. is er ontstaan. Ja. Heb jij afgesproken, zit dat ook in die 5 jaar? Dus jij hebt gezegd, ik blijf nog... Want even over jouw rol. Ja. Heb jij gezegd van, ik blijf nog minimaal 5 jaar? Of zijn er afspraken over gemaakt? Nee, er zijn geen afspraken over gemaakt. Wel over 5 jaar. Van, joh, je moet minimaal 5 jaar aanblijven. Maar ja, goed, ik had geen reden om binnen 5 jaar op te stappen. Moet je anders? Maar ik heb voor mijzelf altijd gehad van, joh, ik blijf net zo lang totdat het nodig is. Dus ik ken misschien nog wel 5 jaar. Of dat ik in de weg ga lopen. Dat ik vrij snel door doe. Wat denk je? Ben je daarmee bezig? Nee, ik heb het zo onwijs naar mijn zin. Mm. Met die jongere garde. Mm. Die doen het zo goed. Tenminste, ze doen het fantastisch. Mm. We hebben zo'n mooi team. Ja. Dat ik... maar ik zie wel waar ik moeite mee heb. En ik heb moeite met de snelheid van de automatisering die plaatsvindt. En ik moeite... Ik mag grote projecten nog doen en daarbij heb ik hulp naast me voor de weet je, met de computer. Ja. Want ik zie wel voor me hoe het gemaakt moet worden, maar hoe het in het systeem, daar heb ik een beetje moeite mee. Ja. Maar die ontwikkelingen gaan zo snel en die jongens zijn, qua inzet is het zo top. Ja. Dat ik hoop nog gewoon heel lang door te kunnen. Ik ben dan echt de joker, hè. Ja, ja, ja. Dus ik wil ook hun de directie laten voeren. Ja. Hey, en de Think to Act, hebben die gedaan wat ze beloofd hadden? Ja. Oké. Dus dat loopt eigenlijk gewoon goed. Dat loopt fantastisch. En ja, want je ziet ook wel eens van die deals, als er dan private equity of een bepaalde club, het wordt meer corporate, het wordt professioneler, dat soms de ras ondernemers dan op een gegeven moment zoiets hebben, ja, maar dat toen was het mijn tent niet meer. En toen gingen ze in één keer besluiten nemen. Dat is bij jou niet aan de orde. Ja, absoluut niet aan de orde. Okay. Het is beter geworden. Ben je financieel onafhankelijk? Nu? Nu? Ja. Ja? Ja. Dan ben je gewoon klaar. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van het lijkt erop, maar het lijkt erop, hè. Maar zolang je de pincode van je vrouw niet hebt, weet je nooit of je klaar bent. Ik sprak een ondernemer en die zei, die had ook heel veel geld verdiend, echt heel veel. En die zei van, het is heel goed als je dan, zeg maar, dat geld op de bankrekening krijgt om gewoon even iets geks te doen of zo, weet je wel, ja. Om iets te kopen. Heb jij dat ook gedaan? Ja, ik begon met een heftruc. Tweedehands heftruc. En dat was even gek doen. Waarom? Maar waarom? Nou, omdat ik veel liep te sjouwen in de schuur en daar moest ik vanaf. En toen hadden we dat geld en toen dacht ik van nou... Serieus? Toen ik ga toch een heftruc aanschaffen. Wat dacht die verkoper toen hij hem kwam leveren? Nou, die kon mij. Maar toen wist hij niet dat ik die deal al gesloten had. Dus ik kon al wat afpingelen ook. En sindsdien heb je die heftruc gewoon in je garage staan? Ja, in, schuur. In de schuur. Ja, maar gebruik je hem ook? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Oud-bezie, maar doet het nog... Niks aan. Maar jij bent dus niet echt gaan... want je krijgt er ook een soort probleem bij, toch? Als jij best wel veel geld op een gegeven moment op je rekening hebt. Want ja. Speelt Marktlink daar dan nog een rol in trouwens? In een soort advies van wat je met je vermogen moet doen? Ja, ze kunnen daar advies in geven. Wij hebben daar geen gebruik van gemaakt. Wij zijn wel wat gaan doen. Alleen het levenspatroon voor ons is niet... veranderd. We hebben daarin andere dingen. We is dan je vrouw en jullie zijn eigenlijk gewoon de oude voet doorgaan. Nog steeds de bonus aan alle kanten en dat soort dingen. Wij hebben ons patroon daarin niet veranderd. Het geeft wel rust. Ja. Maar verder geen rare dingen. Is dat dan Hollands of zo? Ik weet het niet. Dat kan toch komen, hè?
Ja. Je weet het nooit. Ja, ik kan komen. Dat hij in één keer een Ferrari gaat. Dat gaat altijd gebeuren, maar dat is nog niet aan de orde. Tom in een rode Ferrari. Ja, Ferrari. Dus het verlaten midlife. Ja, dat is... Dat, ja, hey, en nog een ding wat ik graag wil bespreken is die jonge garde die eraan zit. Er zit ja. Meneer Stiva had geen kinderen, nee. Maar bij jou heb ik begrepen dat er wel familie in zit. Ja, bij mij zit mijn dochter erin. En twee collega's dan. Ja. En dat vormt nu de driekoppige directie. Hoe oud is je dochter nu? Mijn dochter is 26. Oké. En heeft die wilde die van jongs af aan al? Ja. Dus hey pa, ik wil de zaak bij jou in? Ja, ja. Mijn dochter die ging mee toen ze 15 was en op zaterdag naar de zaak en alle kanten helpen en dat soort dingen. En mijn dochter heeft de hogeschool gedaan, bedrijfseconomie. Ah. Nou, en de administratie heeft altijd mijn zus gedaan, met mijn vrouw. Dus ze hebben een fantastische opleiding en ze is nu hoofdadministratie. Althans, zij is daarin de eindverantwoordelijke. Ja. Maar ze staat bij grote projecten en dat soort dingen. Dus ze is handig. Was haar ambitie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze knalt door met de jongens. Ze vindt het fantastisch, maar ook de jongens ook. En dat maakt het ook mooi. Ja. Afdeling financieel, dat moet altijd goed zijn en vertrouwd zijn. En de jongens, afdeling techniek en wat mensen handen kunnen maken, dat zit bij de jongens. Ja, unieke combinatie. Ik denk ook echt een fantastische basis voor de komende 20 jaar. Ik zou geen betere meter, eerlijk gezegd. Dus heel gelukkig ermee, ja. Hoeveel mensen werken er nu? Volgens mij een vaste 129. Hm. Ja. Ook leuk. Je hebt van die ondernemers zeggen, ik geloof een stuk of 100 of zoiets. Maar nee, 129. Ja. Oh, ja, je hebt geleerd om op de cijfers te letten. 12 in huur nog. Ja, precies. En trouwens, tevens ook mijn oude kompions. Hè, die kan ik ook nog inschakelen. Die lopen ook nog af en toe gewoon ja. mee. Ja. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. En meneer Stiva, spreek je die nog? Die spreek ik wel wat minder. Ja? Maar vroeger sprak ik hem elke week. En toen elke maand. En nu ongeveer één keer in anderhalf, twee maanden. En die schoffelt ongeveer. Die doet de tuinen rondom waar hij woont voor iedereen. Want die is er nog topfit. En, hij komt niet meer op bezoek? Op het bedrijf? Jawel, hij komt soms nog wel even langs. Ja. Even een bakje doen. Maar ja, goed, het is natuurlijk een hele andere tijd. Ja. Wat voor jou al, dus kun je nagaan hoe het voor hem veranderd is. Absoluut. Ja. Het is niet. Maar het heeft nog steeds zijn naam. Absoluut. Dat zal toch altijd blijven heten. Want het is ook een kwaliteitsnaam, gelukkig. Ja. We hebben een goede naamsbekendheid. Dus ik. En Van Ieper en Co. zal niet zo klinken, eigenlijk. Van Ieper en Co. Dan hou het lekker op de Stiva met de haalgroep. Ja. Tom, dankjewel voor je verhaal. En dankjewel voor je prachtige ondernemerschap. En dankjewel voor het kijken. Als je hebt zitten kijken op YouTube. Of als je zit te luisteren op de podcastkanalen van CBD2. Dankjewel voor het luisteren. Geef ons een like en een review. Want ik ben heel benieuwd wat je van dit soort gesprekken vindt. Als je nou denkt, hey, dit soort gesprekken wil ik er meer van zien. Ik maak een hele serie samen met Marklink. Als je op YouTube zit, is dat super. Handig over 2 seconden 2 nieuwe. Namens Marklink en namens Stiva en Tom van Ieperen, dankjewel. Hoi.